Dan kot ik het waar. Goed. Eerst en vooral allemaal hartelijk welkom. Bij dit kleine moment rond het nieuwe Spuibos. Het is zo dat we hier een hele tijd geleden een ingreep hebben moeten doen. We zaten hier met heel veel willig, heel veel populier die in slechte staat waren. Er kwamen takken naar beneden, er zijn daar ook wel wat klachten rondgekomen. En in overleg met de plaatselijke boswachter is dan beslist van om die bomen eruit te halen, maar met de bedoeling om hier opnieuw een bos te creëren. Het is zo dat er een veertigtal bomen hier zijn weggehaald en dat we als stad het engagement hebben genomen om dat zo snel mogelijk te herstellen. Het agentschap van Natuur en Bos heeft ons gezegd van als het bos er na 3 jaar nog niet terug begint te groeien, dan moet je daar gaan aanplanten. We hebben als stad gezegd we willen daar veel sneller aan de slag en we willen dat daar nu onmiddellijk in het eerstvolgende plantseizoen al wordt gestart met het planten van nieuwe bomen en nieuwe struiken. En dat is ook de reden waarom dat onze mensen de afgelopen tijd hier de handen uit de mouwen hebben gestoken om ervoor te zorgen dat hier terug een bos zou verschijnen. Ze zijn daar eerst met de bosvrees moeten te werk gaan om de grond wat rijp te maken voor die nieuwe boom. Maar we hebben ervoor gezorgd dat er hier in totaal een 1000-tal nieuwe bomen en struiken werden aangeplant. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet heb nageteld, maar in ieder geval zijn dat toch de aantallen die hier zijn geleverd. Zijn die al geplant? Die zijn al geplant en het is zo dat er is gekozen om te gaan voor een aantal hoogstammen. We hebben daarvoor, ik ga het even openbouwen. We hebben daar gekozen voor een aantal inheemse soorten. Specifiek omdat we denken dat dat voor een veel betere bosstructuur zorgt. Veel beter ook is voor het leven dat er in dat bos moet komen. En de hoogstammen die we hebben gekozen, dat zijn zomereiken. Die staan vooral op het stukje daarachter. Je kan die wel op de vest zien staan. We hebben daar ook paaltjes rondgezet, zodanig dat die goed kunnen groeien. Er zijn ook een aantal die daar iets verderop, achter de huidige containers van de school, staan. Zijn die daar neergezet. Maar we kiezen ook voor een heel aantal andere soorten, omdat we vinden dat er een goede mix moet komen van allerlei verschillende bomen, omdat dat de meeste kansen geeft voor een goed bos. Dit zijn eerder de boomsoorten. Als we dan hier gaan kijken, dan zie je de alle andere soorten die eerder struikachtig zijn, hoewel dat er een aantal daarvan ook nog gaan uitgroeien tot effectieve bomen in de komende tijd. Hierachter zien jullie eigenlijk de kleinere stukken. Die zijn ongeveer nu 1,5 meter hoog, maar de bedoeling is dat die, een keer dat de lente komt, dat die gaan uitschieten en dat die in de komende jaren terug een volledig vol bos gaan vormen. Ik heb gezegd, het zijn inheemse soorten, maar we kiezen er ook voor om te werken met effectieve bomen van hier. Die hebben allemaal ook een label van waar dat ze afkomstig zijn. En om maar een voorbeeld te geven, de zomereiken die we hebben gekozen, die komen echt wel van heel dichtbij. De boomkweker is daarvoor de eikels gaan rapen in het Kapellekesbos, net op de grens met Lint, een bos van het OCNW trouwens, om die eikels verder op te kweken tot bomen. En het resultaat daarvan ziet u ondertussen ook hier staan en zal u in de toekomst ook hopelijk kunnen zien uitgroeien tot een volwaardig bos, tot een volwaardige bosrand. Op dit moment staan we echt nog aan het begin van dat bos. De werken zijn maar net uitgevoerd, maar het is absoluut de bedoeling dat we hier opnieuw een dicht en stevig bos krijgen dat door de jaren heen kan blijven bestaan. We hebben dat op de bewonersvergadering ook toegelicht dat dit geen bos is dat we zomaar zonder toezicht zijn gang willen laten gaan. We willen daar af en toe ook kijken of dat we daar niet moeten ingrijpen op basis van het weghalen van bramen en dat soort dingen. Daar zijn onze mensen het engagement voor aangegaan om daar effectief werk van te maken en ze plannen dat ze hier 5 tot 6 keer per jaar eigenlijk een onderhoud van het bos gaan doen om ervoor te zorgen dat dat in de best mogelijke omstandigheden zal kunnen uitgroeien. Dat is in ieder geval de bedoeling. En om symbolisch de start van dat nieuwe bos te vieren of in de bloemetjes te zetten, hebben onze mensen daar ook
en u weet absoluut niet wat er op dit bord staat, daar ook symbolisch een bord bijgezet waar dat ook de boomsoorten op staan vermeld, zodanig dat men hier eigenlijk in de toekomst kan komen opvolgen hoe dat bos verder groeit en welke soorten dat daar dat allemaal zijn. Ik had op de slides heb ik ongeveer wat foto's mee van hoe dat die bomen er op termijn gaan uitzien als ze volledig volgroeid zijn. Maar ik denk dat het interessanter wordt in de komende jaren om te kijken hoe dat het hier op deze site er zal uitzien. Zodanig dat zowel van op de veste als van op de site hier we kunnen kijken wat dat er allemaal groeit. En bij deze wil ik dan zeer symbolisch het nieuwe bos inhouden. Allee, proficiat. Alsjeblieft. Ja. Kun je de bewoners misschien mee met de kinderen dan staan, alsjeblieft? Ja. Mag ik er ook gaan buisten? Heel graag. Ah. Ja, ja, als je wil, ja. Hey, onder massale belangstelling in de massale ja. Ik heb niet gezegd dat het veel buurtbewoners waren. Maar nee, maar... Met massale belangstelling, ja. Ik denk maar eens even naar hier kijken. Ja, zie je eerst terug. Ja, en dan moet je naar mij kijken. En dan moet je naar de mond kijken. Ja, oké. Dank je wel. Nog even blijven staan, alsjeblieft. Het grote publiek. Ja, maar... Meneer, kan u een klein beetje dichter? Kijk, jullie doen de moeite om in een brievenbus een uitnodiging te zenden, dan... Ja, dan kunnen we zo naartoe eens kijken. Hè? Ja, we wilden toch de kans geven aan de buurtbewoners om toch nog een woordje uitleg te krijgen nu dat de eerste werken gedaan zijn. Mijn naam is Jacques Vervoort. Uw naam? Marc Ducasse. Moeilijke naam. Voilà. Zaltzaam. Nimm het. En de naam, meneer? De moeilijke naam. De naam is... D-U-C-A-J-U. En ze hebben dus... D-U-C-A-J-U. Eigenlijk van al die bomen hebben dus effectief de herkomst per bos. Ja. Zodanig dat... Twee woorden. Want ze maken er een label van, hè. Ze zeggen van, ja kijk, het is belangrijk dat je weet van waar dat die bomen juist komen, dat het niet... Maar import is van nee. Waar dan ook. Meneer, hoe is uw voornaam? Mark, met de C. Ja. Er gaat wel een gebouw hier komen. Ja, maar dat komt weer aan die kant. Waar precies dat. De bedoeling is dat eigenlijk naast die sportal komt. Met die aansluit bij de sportal. Komt dat op hier? Het is niet de bedoeling dat hij het nieuwe bos terug aantast. Hè. Het is de bedoeling dat aan die kant blijft. Maar de juiste inplanting hebben we nog niet. Nee, omdat dat deel uitmaakt van de aanbesteding. Want men moet de sportal nog tekenen. Dus de architect moet eigenlijk een voorstel doen hoe dat er moet uitzien. Dus dan zou het kunnen dat daar nog in die richting nog een stukje bos weg gaat. Dat daar een klein stukje bos weg gaat. Maar dat kan ik... Oh, er gaat toch bos weg. Dat zou ik. Misschien, dat is een beetje kijken. Maar het is wel de bedoeling dat we hier deftig een bosrand houden. Want ik denk dat het geen goede zaak zou zijn, moest die sportal eigenlijk bijna... Het moet ook passen.